Nou, Tiffany, leuk man. Ja, ik heb er zin in. Mooi om hier zo te zijn bij jou, hè? Ja. Voor het coronajournaal. Gaan we even iets leuks voor maken. Ja. Zullen we samen beginnen? Ja. Dag, beste kijkers van Boeien TV. Fijn dat jullie weer kijken. Kijken naar... Naar het coronajournaal. En dit is de... 16e... Corona journaal. Ja. Deze keer sta ik in de wijk Kloosterveen in Assen. En naast mij staat Tiffany, die hier op Papaya-pad woont. Hey Tiffany. Hoi hoor. Fijn dat je mee wilt doen. Jij wilde graag een keer op het coronajournaal en vandaag is het zover. Yes. Zullen we maar gaan beginnen? Ja. Ja? Want er is goed nieuws te melden aan het begin van deze zomer. Er komt namelijk een einde aan de meeste coronaregels op zaterdag 26 juni. Dat vertelde premier Rutte en minister De Jonge op de persconferentie vorige week vrijdag. Gelukkig zijn er steeds minder mensen met corona in Nederland. En dat komt ook omdat veel mensen in Nederland hun prik hebben gekregen. Jij ook, Tiffany? Ja, 2 keer. Ja, ik 1 keer. Oh. En ook bij Van Boeien gaat het gelukkig goed. Volgens mij heb jij een vraag. Ja, ik heb een paar vraagjes. Johan, wat mogen we allemaal weer? Nou Tiffany, het is heel mooi dat er geen regels meer zijn voor het aantal bezoekers dat je thuis of buiten mag ontvangen in de tuin. Je mag zoveel mensen uitnodigen als je wil. Als je maar 1,5 meter afstand kunt houden van elkaar. En daar moeten we goede afspraken over maken. Ook de restaurants, musea, bioscopen en theaters die mogen allemaal weer verder open. Zolang iedereen maar die 1,5 meter afstand houdt. En doe je mee aan sportwedstrijden, dan mag je publiek je vanaf zaterdag 26 juni weer komen aanmoedigen. Oké, hoe zit het met de mondkapjes? Mogen die af? Ja, de mondkapjes. Dat is een hele goede vraag, Tiffany. Ik vertel eerst hoe het buiten Van Boeien is, dus hoe het in heel Nederland gaat. Je hoeft gelukkig veel minder vaak een mondkapje op. Dat moet alleen nog als je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Bijvoorbeeld in de trein, in de bus of op het station. Maar in de winkels hoef je geen mondkapje meer te dragen. Het dragen van een mondkapje bij Van Boeien blijft nog wel zoals het was. Jullie horen van ons als dat anders wordt. Maar we snappen heel goed dat iedereen graag zo snel mogelijk van het mondkapje af wil. Dus, begeleiders dragen nog een mondkapje als de 1,5 meter afstand niet kan worden gehouden. Op de dagbesteding draag je nog een mondkapje als je in de gangen loopt, totdat je op je vaste plek bent. Maar ook in de taxi draag je een mondkapje. En bezoek draagt een mondkapje totdat ze bij jou op de kamer zijn. En natuurlijk blijft dit. Was je handen, houd 1,5 meter afstand en blijf thuis als je klachten hebt. Nou, het laatste stuk, hè? Ja. Zo. Nou, Tiffany, dit was het coronajournaal bijna. Hebben we het goed verteld zo, denk je? Ja. Ja? Mooi. En wil jij misschien nog iets vertellen? Ja, dat wil ik heel graag. Ik wil graag een compliment geven aan Jonas en Johan voor hoe ze het hebben gedaan in deze coronatijd. Ook een complimentje voor alle bewoners en begeleiders van iedereen bij Van Boeien. Nou, dankjewel Tiffany. Wat lief van jou, aardig. En ook een heel mooi einde van dit coronajournaal. Beste kijkers, ja, geniet van alle dingen die weer mogen. Geniet van elkaar. En voor nu zeggen wij samen... Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot ziens. En dag allemaal. En dag allemaal. Doeg. Doei. Dag.